Goedenavond, welkom bij Ter Zake. Er mag weer meer vanaf 1 juli en meteen rijzen ook weer nieuwe vragen over het verschil tussen familiefeesten en evenementen bijvoorbeeld en over winkelen als gezinsuitstap met of zonder mondmasker. GIS-voorzitter Erika Vliegen komt naar de studio. En vanaf 1 september gaan kleuters en lagere schoolkinderen weer gewoon naar school. Middelbare scholieren ook, maar met meer variatie afhankelijk van de hevigheid van het virus. Minister Ben Weitz licht zijn knipperlichtenplan toe bij Pieter-Jan de Smet. En hoe bereidt ons land zich intussen voor op een mogelijke tweede golf of uitbraken hier en daar? Ook met een soort knipperlichtensysteem blijkbaar. Die groene kleur moet je verdienen, elke dag opnieuw. En dat doe je enkel maar door blijvend aandacht te hebben voor die basisprincipes. Hè. Afstand houden, niet te veel contacten, dat blijft belangrijk. Ondanks dat de cijfers misschien de goede richting opgaan en blijven opgaan. Het is woensdag 24 juni. Dit is Ter Zake. Volgende week, vanaf 1 juli, mag er weer meer. Er werd erg naar uitgekeken, onder meer door mensen in bepaalde sectoren die graag weer aan de slag willen. En door al wie weer snakt naar meer ongedwongenheid en normaal sociaal leven. Er kan dus weer meer, maar met inachtneming van de gouden gezondheidsregels. Stijn Valk. Een afstand, hè. Ik heb zelf geen mondmasker aan. Ja, sta erom. Maar alsjeblieft, geef mij eens ruimte. Ik moet daar door, ik moet daarin. Gaat u gerust. Anderhalve meter, dank u. Afstand, afstand, het blijft een van de gouden regels. Naast het handen wassen, zoveel mogelijk buiten organiseren, oppassen bij kwetsbare mensen en de contacten beperken tot de bubbel. De bedoeling blijft onze vrijheid te garanderen, terwijl de gezondheid van de bevolking beschermd wordt. Wat er wel verandert vanaf 1 juli, onze bubbels mogen groter, tot 15 personen. Feesten in zaal mag tot een groep van 50, conferenties in zaal tot 200 en een evenement buiten zelfs tot 400 personen. Goed nieuws voor zwembaden, theaters en pretparken. Ze kunnen weer open onder voorwaarden. Ook voor het winkelen kan er weer meer. Het feit dat je alleen moet winkelen, dit gaat eruit. De 30 minuten zijn ook niet langer houdbaar. En winkelen niet verplicht met mondmasker. Nu toch nog niet. Het kan misschien wel komen. Ja, we hebben daarover een discussie gehad. We hebben met de expert erover gesproken. En in zijn rapport, ze hebben ook beslist om dit nu niet het verplichten. Vreemd, want tot gisteren klonk het nog bij verschillende virologen dat ze voor het verplichte mondmasker waren in de winkel. Het moet dus niet, maar wees niet verward als het later plots toch wel weer moet. Maar in elk geval is het zo dat de conclusie van de vergadering was, indien de reproductiefactor toeneemt, boven 1, dat zal dan wellicht boven 1 zijn, indien die factor toeneemt, dan komt de Nationale Veiligheidsraad onmiddellijk opnieuw samen en kijkt welke maatregelen moeten genomen worden. Daar is het duidelijk dat als de epidemie zo erop flakkeren, het dragen van mondmaskers in drukke openbare ruimte verplicht zou kunnen worden. De Veiligheidsraad houdt dus rekening met het terugschroeven van maatregelen zoals in buurland Duitsland. Waakzaamheid blijft geboden. Zelf als de situatie normaliseert, is het virus nog altijd aanwezig. We kunnen het niet genoeg herhalen. En al maakt de zomersfeest ons allemaal wat losser, ik wil u toch oproepen om heel voorzichtig te zijn. En dat betekent, voor alle duidelijkheid, geen dol enthousiaste samenscholing zoals enkele dagen geleden hier op dit Elsense plein. En bij onze voorzitter van de expertengroep die de regering begeleidt bij het loslaten van de maatregelen, Erika Vliegen, welkom. Hoe dicht zaten deze maatregelen nu bij het advies van de experten? Zoals altijd, sommigen wat dichter en anderen wat verder. Wij proberen altijd wat op de rem te staan. En uiteraard, iedereen verdedigt daar een beetje zijn eigen terrein. Wij proberen zoveel als mogelijk de epidemiologische veiligheid te verdedigen. Maar je hebt natuurlijk ook maatschappelijke realiteiten en dat moet met elkaar in balans zijn. Ja. Het verslag, zei de premier, van de expertengroep wordt maandag vrijgegeven of publiek gemaakt. Dat
dat kan, dat mag. Ja. Wij zijn voor transparantie. Maar niet eerder? Het moet zo lang nog duren? Daarover beslissen wij niet. Dus ik denk dat dat gewoon de administratieve flow van de kanselarij zal zijn. U verwees ernaar, hè? De experten bekijken het heel erg vanuit epidemiologische hoek. Wat moet er gebeuren, wat kan er losgelaten worden en wat niet? Premier Wilmès zei, de experten hebben hun mening bijgesteld over het verplichten van een mondmasker in de winkels. Is dat zo? Nee, dat is niet helemaal geen juiste verwoording. Hè? Jullie hebben allemaal... Van de premier. Ja, precies. Ja. Jullie hebben allemaal gehoord wat ik zelf... Hè, toen ik geïnterviewd werd maandag, vroeg men mij wat vindt u daarvan? En ik vond dat men dat wat masker meer moest promoten. En wat wil dat dan zeggen, promoten? Moet je dat dan verplichten of niet? Mark heeft daar ook een duidelijk standpunt over de wereld ingestuurd. Dat is ook voor verplichting, hè, Mark van Rans? Ja, maar omdat dat, wij zijn bijna altijd voor eenduidige, duidelijke maatregelen. Maar je moet daar met iedereen een draagvlak over hebben... Er was wel discussie van, is dit nu het juiste moment? En er zijn pro's en cons. Hè. Ja, personeel in de winkels, bij monden van hun vakbonden en zo waren voor. Ja, dan zou ik denken... Je moet mij niet overtuigen, ik ben voorstander. Ja. Maar ja, wij vertegenwoordigen een groep van 10 personen. En ja, de 10 personen, iedereen moet aan boord zijn om daarmee eens te zijn. Uiteindelijk hebben we daar nuance in onze omschrijving gebracht van ons advies. Zijnde, ja, hè, dit moeten we... dit moet samengaan met als we een nieuwe toename van het virus zien, dan is dat zeker noodzakelijk. Maar, en dat zijn we nu, dat huiswerk gaan we ook nog maken, er gaan ook waarschijnlijk andere situaties zijn waar een plaats is voor het dragen van een masker. Bijvoorbeeld als we met veel meer mensen langdurig in een zaal zijn. Bijvoorbeeld een concertzaal of iets dergelijks. Dus u voorziet dat dat misschien ook dan ja, dat staat daar ook in. Dat gaat u maandag ook lezen. Dat staat daar ook in. Oké, want daar is dus nu niks van gezegd. Nee, precies. Maar ja, daarom, ik vind het belangrijk om al die nuances te brengen. Dus we hebben ons... nu wordt er alleen gefocust op de winkels, hè, terwijl dat kortdurende contacten zijn. En ik vind dat prima, want ik gebruik ook altijd een masker als ik naar de winkel ga. Maar in alle andere situaties waarin je heel veel mensen zou tegenkomen, en zeker als mensen, veel mensen bij elkaar zitten, en dit is iets wat nu de komende weken wel meer en meer gaat gebeuren. Ja, theaters zullen we open mogen. Precies, voilà. En dus daar zijn situaties, een heleboel situaties waarin dat masker ook een bijkomende belangrijke rol kan hebben. En voorlopig wordt dat dan alleen nog maar aangeraden, maar ik moet u niet overtuigen, maar ik wil er toch nog even professor Van Damme bij halen, collega van u, epidemioloog, die ook zei, ja, dit is een gemiste kans om het niet te verplichten. Ja. En de logica lijkt toch ook te zijn dat je inderdaad voorkomt dat er een nieuwe hoze is en dat je niet remedieert op het moment dat je vaststelt, oeps. Ja, dat is zo. Oké, dat treedt u bij. Maar laat ik het dan van de andere kant bekijken. Mensen hebben nu natuurlijk, denk ik, toch velen, het gevoel van ja, die cijfers gaan de goede kant op. Die zijn laag, die blijven laag. Er is een paar keer gewaarschuwd van pas op, wat er kan gebeuren na het openen van de winkels. Ja. Het openen van. Ja. En dat komt niet. Ja, maar we gaan dat moeten blijven doen. Hè. Want dat is wat je tegen iemand zegt. Ja, pas op, want het verkeer is gevaarlijk. Hè. Of dat rijden zonder gordel of zo. Ja, pas op. En totdat er dan toch iets gebeurt. En dan mag dat niet zo zijn. Want ja, waar komt dit nu ineens vandaan? Hè? We zijn dus inderdaad echt dat preventieve, heel erg, dat voorzorgsprincipe. We zijn heel erg voorzichtig geweest. En de maatschappij gaat meer en meer open. Er zijn ook een aantal factoren die maken dat we nu misschien met wat meer met ons gedrag wegkomen, omdat veel dingen buiten zijn. Maar we gaan moeten blijven hameren, ook op al die dingen die nu opengaan, op het behouden van die afstand, op niet te zot, met niet te veel contacten bij elkaar, enzovoort enzovoort. Ja, dus daar tussen de lijnen, begrijp ik, moeten misschien meer politici ook nog van overtuigd worden dat op termijn dat belangrijk is om dat ook zo te communiceren en eventueel te verplichten, mondmaskers in die omstandigheden. Ja. Uiteraard, hè. Je hebt iedereen nodig aan boord om dat te verplichten. En om daar ook, dat moet op den duur echt ook een gewoonte worden binnen de maatschappij. Dat moet niet iets bizar zijn wat je ziet, maar dat moet gewend. Ja, en er zijn ook veel landen rondom ons die dat ook doen en die dat ook normaal vinden. Zelfs als je naar Frankrijk gaat, wordt er heel veel in het straatbeeld maskers gedragen. En ik denk dat we daar ook naartoe moeten. En dan wordt de drempel voor mensen ook veel minder groot. Ja.
We gaan niet al die maatregelen overlopen, maar ik wil er toch één uitpikken die blijkbaar ook voor heel wat vragen zorgt. Wat is het verschil tussen een familiefeest dat ik maar mag organiseren tot met maximum 50 mensen en een evenement? Stel dat ik om dat familiefeest een bandje laat komen, wordt dat dan ook een evenement en mag ik dan wel 200 mensen of 400 mensen als het buiten is uitnodigen? Nee, zo werkt het niet. Enfin, een familiefeest. Dus om te beginnen, een familiefeest. Wat is dat? En de vraag is vooral, want ik krijg ontzettend veel vragen over trouwfeesten en wanneer kan ik dan nu eindelijk? Ja. En dan is mijn vraag altijd, wat voor feest wilt je? Wat wilt je eigenlijk doen? Ja, en is de bedoeling om samen te komen? Ja, dan kan dat met maximaal met 50 in een zaal. En ja, opnieuw. Alleen maar die 10 mensen rond uw tafel zijn uw nauwe bubbel. En het is ook... Dus je gaat niet voyageren tussen al die tafel. Dat is niet de bedoeling, inderdaad. Dat staat ook zo in die regelgeving enzovoort. Maar met familiefeesten is dat bijzonder moeilijk. Daarom dat we helemaal niet enthousiast zijn om grote trouwfeesten zomaar los te laten. Want dat zijn ook echt plekken waarin dat de verleiding ontzettend groot is. Hè. Je ziet daar, in tegenstelling tot een evenement, waarbij je veel andere mensen niet kent en waar dat er, als dat professioneel georganiseerd is, ook wel een heleboel herinneringen zullen zijn om afstand te houden. En dat, dat is de voorwaarde. Ja, absoluut. Het is niet een evenement. Dat zijn hele strikte voorwaarden waarbij je inderdaad afstand gaat moeten houden en alles zo georganiseerd is, dat je dat automatisch ook gaat moeten doen. Terwijl in een old-style familiefeest, dat is natuurlijk veel moeilijker, waarbij alle generaties samenkomen, waar er gezongen wordt, gedanst wordt, geknuffeld wordt, gekust wordt. Ja, dat is epidemiologisch echt ook wel nog niet de bedoeling. Dus ook een klassiek familiefeest is eigenlijk nog niet aan de orde. Maar je mag wel in een feestzaal met 50 mensen eten. Maar ja, dat is dan ook eten, aan tafel zitten, beperkt. En dus een echt klassiek type familiefeest. Ik denk dat dat eigenlijk gewoon echt nog te vroeg is. Daar zijn we niet aan toe. Nee, want mensen gaan toch in de verleiding komen om daar echt een ouderwets type feest van te maken. Tenzij dat je echt iets apart uitdenkt, maar dat moet dan echt op veilige afstand zijn. Hè. Ja. We zijn er echt nog niet aan toe om met 200 mensen close contact te knuffelen, te dansen, te zingen. Dat is te vroeg. Het is nog niet het oude normaal, verre van, als ik het goed begrijp. Blijf nog even bij ons. Wij willen u graag nog iets voorleggen. Want samen met het hernemen van ons leven en verschillende activiteiten, wordt ook een systeem op poten gezet om mogelijke nieuwe uitbraken snel te kunnen indijken. Een controletoren is het al genoemd, een early warning systeem, een knipperlichtensysteem of een remsysteem. Het kind heeft vele namen hier en in verschillende landen die er al mee experimenteren. Dirk van Zundert en Vicky van den Berg zochten uit hoe ver ons land er nu eigenlijk al mee staat. We hebben een monitoringssysteem, dankzij Cienzano. We hebben een toepassing die toelaat om het aantal nieuwe gevallen per gemeente te raadplegen. Het gaat dan om het aantal nieuwe gevallen van de voorbije 7 dagen. Dus dat geeft een idee over de recente evolutie. We leren daaruit dat Antwerpen met 54 besmettingen bovenaan staat. Maar er is een maar. Antwerpen is een groot gebied. Daar wonen meer dan 500.000 mensen. Dat is de bevolking hier in Antwerpen die hier staat weergegeven. En dat kunnen we dan vertalen in ongeveer 10 nieuwe gevallen per 100.000 inwoners. Dat is nog altijd beneden de drempel van 20 per 100.000, dus voor ons is dat nog geen alarmniveau. Ze hoeven in Antwerpen dus nog niet te panikeren, maar ze moeten wel waakzaam blijven om niet in die alarmfase te belanden. Wanneer het meer dan 20 nieuwe gevallen zijn per 100.000 inwoners in de voorbije 7 dagen en wanneer we ook gedurende 5 dagen na elkaar een stijging van het aantal gevallen zien, dan wordt er automatisch een alarm gestuurd naar de regionale gezondheidsinspecteur. Ja. En wat moet die daar dan mee doen? Wel, die kan dan contact opnemen, bijvoorbeeld met de gemeente. Die kan ook kijken naar de leeftijd van die gevallen. Misschien gaat dat om kinderen, dan weet je dat je misschien moet kijken naar de crèches of de scholen. Gaat dat om 80-plussers, ja, dan is het waarschijnlijk gelinkt aan een woonzorgcentrum. Dus op basis daarvan kan er al ingezoomd worden waar het probleem zich eventueel situeert. En zo weten we dat bijvoorbeeld in Harelbeke het probleem zich hier situeert, in een woonzorgcentrum. Door een uitbraak hier zit de stad met een incidentiecijfer van 50 besmettingen per 100.000 inwoners, ver boven de 20 dus. Het is een spijtige zaak natuurlijk, maar langs de andere kant weten we waar die besmettingen zich voordoen. En kunnen we met het woonzorgcentrum en met het rusthuis, met de mensen van het rusthuis eigenlijk heel gericht gaan werken om
ja, het aantal besmettingen niet te laten uitbreiden om de mensen eigenlijk in de beste manier, op de beste omstandigheden in quarantaine te plaatsen en ook de verzorging ook wel daarop af te stemmen. In Brussel houden ze hun hart vast voor een nieuwe coronagolf na de ongeoorloofde feesten van vorig weekend. Harold Beke is natuurlijk Brussel niet maar een lockdown organiseren of andere maatregelen nemen. Het is de lokale overheid, de burgemeester dus, die het moet doen. Het zou puzzelen worden om alles klaar of goed te krijgen, mochten zich verschillende haarden in een streek zich voordoen. Ik durf de voorspelling niet doen, maar het zou wel moeilijk worden. Om het voor de bevolking duidelijker te maken wat de coronatoestand van de eigen gemeente is, zou een kleurencode kunnen helpen. Rood slecht en dan via oranje en geel naar groen goed. Het monitoringssysteem van Cienzano kan eventueel dienen als basis voor zo'n kleurensysteem. We mogen natuurlijk een groene code niet interpreteren als we mogen doen wat we willen, want dan gaan we de cijfers krijgen die we verdienen. Dan gaan we sowieso naar rood evolueren. Dus groen betekent, ja, de cijfers zijn oké, maar we moeten eigenlijk nog wel altijd dezelfde regels blijven volgen. En we moeten opletten, want het virus gaat niet verdwijnen. Ik denk dat dat duidelijk is, dat zien we ook in het buitenland. Zelfs in China zien we opnieuw opflakkeringen. Besluit, kleurtjes of geen kleurtjes, vanzelf gaat het virus niet verdwijnen. Maar iemand die de vlucht vooruit neemt, is Vlaams minister van Onderwijs Ben Weitz. Hij heeft samen met de experten van de GEES en alle onderwijspartners, zoals dat heet, beslist hoe het schooljaar vanaf september er zal uitzien. Hij houdt daarbij rekening met verschillende scenario's, bepaald door de hevigheid van het coronavirus op elk moment. Pieter-Jan de Smet heeft de minister bij zich. Pieter-Jan, hoe zit dat systeem in elkaar? Wel, minister Weitz heeft eigenlijk een kleurenboek uitgewerkt waarbij elke kleur overeenkomt met een fase. Fase groen, dat is de fase zoals het voor corona was. Dan is er eigenlijk niets aan de hand. Fase geel, dat is de code waarin we wellicht in september zullen starten. Ja, dan is er toch wel waakzaamheid geboden. En hier en daar zijn mondmaskers ook aangewezen. Maar echt, grote ongerustheid is er dan nog niet. Het wordt ernstiger vanaf code oranje. Vanaf dan gaan bijvoorbeeld in secundaire scholen kinderen nog maar een week naar school, een week thuis blijven, halve klasse. En om zo minder grote aantallen op de scholen te hebben bij code rood, wordt het nog ernstiger. Dan komen er verregaande hygiënische maatregelen waar ook het materiaal op school zo minimaal mogelijk mag uitgewisseld worden. Eén rode draad, een heel belangrijk punt, is dat de scholen in al die fases nooit meer dichtgaan. De scholen blijven open en daarover gaan we op door met Ben Weitz, minister van Onderwijs. Goedenavond en dank u wel voor uw tijd vanavond. Ja, dat is de kern van uw plannen, meneer Weitz. De scholen die gaan nooit meer dicht. Mm-hmm. Wel, dit was eigenlijk, of is eigenlijk het plan dat ik altijd wou. Namelijk het mogelijk maken voor alle scholen om open te gaan, voor alle leerjaren, voor alle leerlingen. En waarom is dat? Wel, omdat we kiezen voor de kinderen. Ik denk dat verschillende coronamaatregelen nogal genomen zijn vanuit het oogpunt van de volwassenen. Nu pakken we het even anders aan. En de wetenschappelijke bevindingen maken het ook mogelijk om de scholen volledig open te doen en dat veilig en doenbaar te doen. Oké, u heeft dus die kleur uitgewerkt. Elke kleur staat voor een fase. Wie gaat bepalen wanneer welke kleur ingaat? We hebben gewerkt met die fase om te verhinderen dat we terug zouden meemaken van de afgelopen maanden, waarbij dat we plots, wanneer de pandemie, dat er iets wijzigt, intenser wordt, plots wordt samengeroepen en allerhande scenario's moet gaan uitwerken. Maar wie gaat dat bepalen? Nu plannen we op voorhand. We hebben deze kleurencodes met elk een pandemieniveau. En waarbij dat we samen met de Veiligheidsraad en vooral de experten van de GEES zullen bepalen in welke fase we zitten. Dus nu gaan we uit. Start 1 september is de code geel, kleurcode geel. En wat toch wel heel wat mogelijk maakt. Oké, dus u gaat het dan op federaal niveau in overleg bepalen en afkloppen wanneer welke kleur ingaat. Maar bijvoorbeeld als op een lokale plek, bijvoorbeeld in Sint-Truiden, extra veel besmettingen blijken, kan er dan lokaal worden ingegrepen dat er bijvoorbeeld wel een school gesloten wordt? Of hoe gaat dat dan gaan? We willen gebruik maken van het systeem rond testen en tracen. Dat maakt ook mogelijk dat je bijvoorbeeld lokale uitbraken van pandemieën, dat je die ook lokaal kunt aanpakken. En dat je niet wanneer in een uithoek van het land er pandemie, dat die daar uitbreekt, dat niet voor heel Vlaanderen het pandemieniveau moet verhoogd worden, maar dus dat je lokaal geografisch kunt werken. En dan zou het kunnen dat een school bijvoorbeeld wel moet sluiten. Ja, absoluut. Ja, dat maken we mogelijk. Dus de quarantaine lokaal, want anders zit je een beetje met een gekke situatie. Je hebt een lokale uitbraak en dat de rest van het land opnieuw in een ander pandemieniveau
door zou terechtkomen, terwijl dat niet nodig is. En als leerkrachten in een bepaalde school bijvoorbeeld ongerust zijn, dan mag de school dichtgaan. Ze zijn niet verplicht om open te blijven. Wel, het is natuurlijk altijd zo dat we zorgen voor een risicoanalyse. Ja. Dus we gaan maakt die risicoanalyse? Wel, daarvoor heb je preventieadviseurs die ook worden ondersteund door onze mensen van de onderwijsinspectie. Dus voorafgaand, als dat positief is, ja, dan moeten we natuurlijk overgaan tot de opening. We maken dit mogelijk, we doen al die inspanningen, dus hopen we ook dat alle leerlingen effectief terug naar de school kunnen. U gaat ervan uit dat Vlaanderen zal starten onder code geel. Dat betekent ook dat kinderen boven de 12 jaar uit hun bubbel mogen treden, op de speelplaats en dat ze daar mogen mengen. Dat klopt. We proberen maximaal mogelijk die notie, dat concept van die klasbubbels te respecteren. Maar we weten ook in de praktijk dat dat absoluut niet altijd kan. Want in uw plan staat dat het mag, hè, dat ze mogen mengen absoluut. Op de speelplaats. Ja, absoluut. Ja. Nu, wat als dan een van die kinderen daar of meerdere kinderen corona blijken te hebben? Mm-hmm. Hoe gaat u dat opsporen als die allemaal met elkaar in contact zijn geweest? Ook daarvoor hebben we specifieke draaiboeken opgesteld door de medici, de artsen van de CLB's. Ook in detail, dat doen? In detail uitgewerkt. En dat gebruiken we natuurlijk. Dus helemaal in detail uitgewerkt. We hebben het draaiboek ook toegevoegd. Je ziet trouwens dat het nu al werkt. Er zijn verschillende scholen waarbij dat men steeds beter, kordater, maar vooral adequater optreedt. In het begin was er soms sprake van een beetje een overreactie. Dat men zelfs met de verdenking van enige besmetting al een volledige school sloot. Maar nu wordt dat vakkundiger aangepakt, net dankzij die draaiboeken. Maar het is niet dat die school dan helemaal in quarantaine moet als haar kinderen hebben rondgelopen met corona. Maar dat is natuurlijk afhankelijk van het medisch oordeel van van de situatie conform het draaiboek. Want u zegt ook, of u zei in eerdere interviews, die maskers mogen ook uit op de speelplaats. Het moet ook maar blijven. Ja. Dreigt het bij kinderen boven de 12 jaar, die toch meer risico zijn dan kleine kinderen, dreigt dat geen groot risico te worden? Dat is absoluut zo dat het boven de 12 jaar een andere aanpak vereist. In samenspraak met de GEES zijn we wel overeengekomen dat het ook een beetje menselijk moet zijn. Je kan niet jongeren van 8:30 tot 3:30 heel die tijd verplichten om met een mondmasker om te gaan. Dus we zeggen heel duidelijk, je moet dat inderdaad wel dragen, tenzij dat je social distancing 1,5 meter kunt respecteren. Maar sowieso, het mondmasker moet niet gedragen worden bij pauzes, bij sportactiviteiten of in geval van een medische aandoening. Oké, dat is duidelijk. Wat ook uit dat plan blijkt, is in code geel, wat we dus in september wellicht zullen hebben, dat wie in een secundaire school zit, maar 4 dagen naar school moet, 1 dag thuis blijven. Ja, als men die 4 dagen toch gemengd en samenkomt, waarom die 5e dag dan ook niet? Wel, in dat geval, is in vergelijking met vandaag, is dat al revolutionair. Het is een totale omwenteling. Ik heb zelf iemand van het eerste jaar secundair thuis zitten. Wel, die heeft maanden geen onderwijs gehad. Maar als hij nu toch gaat mengen, waarom dan geen 5 dagen? Wel, eenvoudigweg, omdat we met de virologen zijn overeengekomen. We hebben hen toch al ver meegekregen in onze pedagogische logica, namelijk om het recht op leren maximaal te garanderen. Maar daartegenover staat dat zij natuurlijk ook wel willen dat er maatregelen worden genomen die de druk een beetje vermindert. Want in het geval van het secundair onderwijs heb je natuurlijk heel veel druk door jongeren via het openbaar vervoer. Veel verplaatsingen, veel contacten. En deze maatregel biedt eenvoudigweg, zowel voor de virologen, wat vermindering van de druk, gewoon door de woensdag voormiddag te organiseren via afstandsonderwijs. Maar als ze allemaal op woensdag thuis blijven, wat is dan het nut van het openbaar vervoer? Want ze pakken het allemaal op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Maar dat zorgt natuurlijk voor 20% minder verplaatsingen per week. En dat zorgt een beetje voor minder druk en minder contacten. Maar ook vanuit pedagogisch oogpunt is dat absoluut een goede zaak, denk ik. Want we kunnen dat gebruiken om de woensdag voor middag te organiseren via afstandsonderwijs. Biedt de mogelijkheid bijvoorbeeld dat de leerkracht echt op maat onderwijs aanbiedt voor elke leerling. Slotvraag, krijgen de leerkrachten daarvoor computers en software? Want die hebben ze vandaag niet. En het wordt nu wel verwacht dat ze systematisch op afstandsonderwijs gaan werken. Ja, natuurlijk niet systematisch. Maar ik denk dat het heel duidelijk is, we hebben de afgelopen maanden tientallen miljoenen euro extra, ik denk 50 à 60 miljoen euro extra, in dat onderwijs gepompt. Zuiver op basis van coronamaatregelen. Heel concreet, krijgen leerkrachten, want onze tijd is op, een computer? Er is nog een vraag naar extra ICT-middelen. Ik ben die vraag helemaal niet ongenegen, maar ik beslis daar absoluut niet alleen over. Maar ik zal dat wel bepleiten met mijn collega's in de Vlaamse regering. U gaat dat nog bekijken. We volgen het op. Ik wil u danken dat u vanavond hier tijd maakte voor ons en de kijkers van Ter Zake. Zo, dat was het hier met Ben Weitz. Het zal zeker nog heel veel gaan over de scholen in de komende periode. Maar goed, er ligt nu een plan op tafel en daarmee kan iedereen aan de slag.
Dankjewel, Pieter-Jan de Smet, voor je gesprek met de minister. Erika Vliegen nog altijd bij ons. Om te beginnen, die woensdag dat die middelbare scholieren niet naar school moeten, maakt dat epidemiologisch echt zo'n groot verschil? Dat hopen we natuurlijk. Hè. Het idee is dat je inderdaad op een week tijd dat je uw aantal contacten vermindert. Natuurlijk, het zou nog veel beter zijn als dat allemaal verschillende dagen waren, maar het moet ook ergens allemaal organiseerbaar zijn. Als we echt mochten kiezen, zouden we natuurlijk in elke school of op andere momenten en andere dagen zijn. Maar ja, als dat niet organiseerbaar is. Maar alle reductie die je kan hebben in contacten, op openbaar vervoer, met vrienden, elders, is wel gekomen, want het is daarvan dat we het ook voor een deel gaan moeten hebben. En ook in het secundair, ja, dat gaat altijd een beetje de Achilleshiel blijven. Als we zien dat we naar slechtere cijfers gaan, gaan we daar ook nog verder moeten reduceren. Want wie is het grootste gevaar voor wie in die secundaire school? Dat is ook een goede vraag, want dat weten we in alle eerlijkheid ook nog niet zo heel goed, hè. We hebben al wel wat voortschrijdend inzicht over die jongere kinderen. En daar is echt wel een echt groeiend, solide vermoeden dat die jonge kinderen, zeker tot 6, maar eigenlijk vermoedelijk tot 12, dat die weinig besmettelijk zijn. Voor elkaar, maar zeker ook niet voor die volwassenen. Of dat dat voor jongvolwassenen ook, of dat we die lijn zo goed kunnen doortrekken, dat, daar hebben we echt ook nog niet genoeg gegevens over. Vandaar die mondmaskers ook die zij moeten dragen. En natuurlijk, ook binnen die groep zit een enorme verschil. Want een 12, 13-jarige is ook nog iets helemaal anders dan een 17, 18-jarige. Dus in afwachting van meer begrip van heel die groep, of meer begrijpen van de hele epidemiologie van die groep, zijn we daar extra voorzichtig. Ja. Wat ik niet helemaal helder meekreeg uit het gesprek met de minister, is van wie beslist nu over die kleurencode? Ik hoorde hem enerzijds zeggen, als de cijfers veranderen, kijken we daar federaal of in samenwerking met het Nationaal Crisiscomité naar, zeg maar, Nationale Veiligheidsraad. En tegelijk hoorde ik ook zeggen, maar het kan ook van onderuit komen, lokaal, er gebeurt ergens iets en dat wordt dan aangegrepen om te zeggen, oei, dit wordt een rood licht. Hoe zit het precies? Klopt. Ja, wel, dat is een goede vraag. Hè. Dus dan koppelen we eventjes terug naar het stukje dat jullie met Steven van Gucht hadden. Dus daar begint alles natuurlijk. Hè. Daar zitten de gegevens. En die gegevens moeten we nog veel meer verfijnd hebben, zodat we niet inderdaad gaan moeten op zoek gaan van waar zit het ergens, maar dat we eigenlijk op basis van de testgegevens van die nieuwe patiënten echt direct de informatie hebben. Waar zitten die mensen op straatniveau, op leeftijdniveau enzovoort? Die gegevens moeten bijeen gevoegd worden en dan moet er heel goed overlegd worden met alle gemeenschappen die op pad gaan. Vlaanderen, Wallonië, Brussel. Inderdaad. Ja. En die informatie moet eigenlijk zou best gecentraliseerd worden en allemaal bij elkaar gevoegd, zodat we van elkaar allemaal weten, of dat men van elkaar allemaal weet, oké, die is daarmee bezig, die is daarmee bezig. Wat is daarmee gebeurd? Was dat een uitbraak? Ja. Wat is daarmee gebeurd? Is dat onder controle? Ja, nee. Volgende probleem. En dat allemaal heel snel, want je wil er, als er een uitbraak is, natuurlijk heel snel bij zijn, lijkt mij. Ja, maar de ene uitbraak is ook de andere niet. Hè. Zoals jullie net in de reportage aangaven, een uitbraak binnen wat dat wij noemen een collectiviteit, een collectieve woonvorm, zoals een woonzorgcentrum. Ja, in principe pak je dat aan binnen die collectiviteit. Ja, dus die en daarvoor, gemeente moet daarvoor hoef je niet per se op gemeenteniveau. Maar het is natuurlijk wel belangrijk dat de burgemeester wel weer betrokken is, want misschien is dat al wat uitgesijpeld buiten zo'n woonzorgcentrum. En nu niet in dat geval, maar in een ander geval. En dus moet er zorgvuldig gekeken worden. Zit het alleen daar of zit het ook elders in de gemeente enzovoort? Maar het valt op, u gebruikt het woord zou. Dit systeem staat er nog niet. Nog is niet. Er nog niet. Nee. Dus dat is die befaamde controletoren die wij ook al als wensdroom in een van onze vorige rapporten geschreven hadden. Maar daar moet nu eigenlijk wel aan gebouwd en aan geknutseld worden. Er zijn heel veel componenten, bestaan eigenlijk ook al wel. Waarom is dat dan zo moeilijk eigenlijk? Ja, waarom is België zo moeilijk? Omdat er heel veel mensen zijn die heel doelgericht, specifiek op al die componenten werken, maar omdat de structuur van ons land en van onze gezondheidszorg niet meteen dat vergemakkelijkt om die elementen bij elkaar te brengen. Omdat een federaal systeem bijvoorbeeld niet meteen vraagt van koppel eens die informatie terug. De bevoegdheden die voor de gemeenschappen zijn, die blijven daar ook veel vaak. Getrapter. Het is getrapt en er wordt niet noodzakelijk teruggekoppeld, omdat men daar
zijn werk doet. Maar eigenlijk in zo'n systeem waar een heel land betrokken is, moet je dat eigenlijk kunnen centraliseren en moet iedereen daarin samenwerken. En het is niet dat men dat niet wil, maar dat bestaat ook gewoon nog niet. Dus iets wat nog niet bestaat, moet je wel maken natuurlijk, moeten construeren. Want het valt op, Wales bijvoorbeeld, Nieuw-Zeeland ook, die hebben zo'n knipperlichtensysteem, echt, hè, okay, rood-groen of varianten daarop, landelijk. Mm-hmm. En daaronder wordt dan geschoven per kleur wat bijvoorbeeld in de scholen gebeurt. Hier is het eigenlijk omgekeerd. De scholen nemen nu de vlucht vooruit, zeggen van wij organiseren dit al en het land moet volgen, zal volgen, wil volgen. Ik weet wenst niet. Of kan volgen. Dus dat klopt. Hè. De scholen zijn met dat initiatief gekomen. Ze hebben dat aan ons voorgelegd en we zijn dan verder mee beginnen nadenken. En zal dit overigens nu ook in Wallonië doorgevoerd worden? Ja. Of is dit niet Vlaams? Nee, dat is overlegd. Dat is alle in het hele land zal dat systeem ook bestaan. En wij hebben dan, wij zijn nu verder aan het nadenken hoe dat we dat ook epidemiologisch exact kunnen benoemen. Hè. Welke kliques, zogezegd, welke afkappunten daar dan ook per kleur bij horen. Dat betekent concreet dat je dan weer moet gaan beslissen van wanneer moet wat dicht. Ja. Basically. Ja, daar komt inderdaad het op neer. Ja. Ja. Discussies die u al kent uit het verleden. Ja, in omgekeerde richting. Ja. Of in verschillende richtingen. Dus inderdaad, dat is niet evident. En dat je kan zo'n systeem wel makkelijk op papier zetten, maar daar zitten heel veel verschillende scenario's bij. Dus dat is ook niet iets wat je op 48 uur zomaar klaar krijgt. En de criteria moeten zuiver zijn, op basis waarvan je zegt, nu schakelen we naar de volgende kleur. Ja, maar het zal altijd een combinatie van verschillende criteria zijn. Want zoals je kan zien ook bij het onderwijs, Daar zijn belangrijke implicaties. Dus je gaat daar niet over één nacht ijs. Je gaat natuurlijk niet op basis van één cijfertje, één verandering van één dag, zeggen, goed, we gaan naar oranje of we gaan naar rood. Dat is natuurlijk een trend. Maar anderzijds mocht je ook niet te lang wachten. Je mocht ook niet te lang de kat uit de boom kijken. Je moet daar eigenlijk heel kort op de bal, in een soort van zenuwcentrum, moet je toch wel kort op de bal spelen en dat heel nauwgezet opvolgen, die trend opvolgen. En dan inderdaad op een bepaald moment schakelen. Beslissen om te schakelen, Slotvraag, want we zien dat het in Duitsland heel snel kan gaan. Mm-hmm. Hè? Lokaal weliswaar, gelukkig, maar en contained, of toch een poging tot. Naar welk cijfer kijkt u? Van alle gegevens, ik weet dat het een cluster is dat je in de gaten houdt, maar welk cijfer is voor u de belangrijkste trigger om te zeggen van alert blijven, nu schakelen, iets doen? Ik ga toch een moeilijker antwoord geven. Het is echt een combinatie van een aantal zaken. Ik kijk natuurlijk dagelijks naar uw aantal nieuwe patiënten, uw aantal nieuwe bewezen COVID-patiënten. Maar eigenlijk willen we ook kijken naar de patiënten die met klachten binnenkomen. Hè. En we hebben die cijfers al van de huisartsennetwerk van Cienzano. Mm-hmm. Maar de huisartsen zelf willen nu eigenlijk dat graag uitbreiden over het hele land, zodanig dat iedereen die met COVID-achtige klachten binnenkomt, die zij zien, dat we daar ook al dagelijks gegevens van hebben. En als je dat kunt zien naar omhoog gaan, dan weet je eigenlijk al, hier is iets aan de hand. En dan is het zaak van iedereen bij elkaar te roepen. En dan natuurlijk in derde instantie, die website die Steven van Gucht nu net toonde, met die incidenties per gemeente, dat intrigeert u natuurlijk ook heel erg om te weten wat is hier aan de hand? Want wat was er inderdaad aan de hand in Haarlembeke en daar? Dat is heel belangrijk. Dus al die elementen tezamen helpen u om u een idee te geven van, is er iets aan de hand? Zijn we aan het versnellen? Of is hier gewoon ergens een mega groot lokaal probleem? En dan moet dat daar alle hens aan dik opgelost worden. Ja, en dan moet die informatie heel snel doorstromen naar lokaal, zodat er kan ingegrepen worden. Mm-hmm. Professor Vliegen, nogmaals dank voor de komst. Dit was Ter Zake. Het is tijd voor Farah en haar gasten. Wat ons betreft heel graag tot morgen.